Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag een Pico, een NS6400. Deze, volgens de eigenaar, rijdt een beetje hapert en doet daarna niks meer, maar de verlichting werkt wel. En er zat een los draadje bij. Dus hij is al digitaal. Kan ik zien, kan ik merken ook als ik hem op de baan zet. En ik vermoed dat hij last heeft van de stroompick-up van de wielen naar de decoder. Bij het een beetje bekijken zag ik ergens een klein zwart draadje er langskomen. Wat hier heel erg op leek. Dus ook waren de wielen erg vies. Ik ga eens even kijken. Ik ga hem openmaken. Even kijken hoe ik hem open moet maken. En in ieder geval de wielen schoonmaken en kijken of alle bekabeling klopt. Om deze open te maken zitten er hier en daar een schroef. En als je die losschroeft, dan kun je de kap er zo vanaf tillen. In dit geval zit er maar één schroef. En dadelijk even zoeken naar een vervangende. Er zit een decoder in. En de decoder zit met een standaard NAND-stekker erop. Ik weet nog niet welk type dat het is. Hij lijkt me niet heel modern op het eerste oog. Maar vanaf hier kan ik verder gaan zoeken naar de bekabeling zoals die naar de motorstellen loopt. Want dit is er één. En naar de draaistellen loopt bedoel ik. Dit zijn de twee voor dat draaistel. Op dit draaistel zie ik een rode naar boven komen. Eens kijken wat dit is. Ja, ja. In ieder geval wat creatieve bekabeling. En ik zie vanaf dit draaistel maar één kabel lopen. Dat is deze rode. Die zou samen met deze rode hier op de decoder, of op de, eigenlijk de printplaat moeten van de decoder. Daar zal die op uitkomen. Hier zie ik dat er een kabelbreuk in zit en twee aftakkingen waarvan ik niet weet waar ze naartoe gingen. Ik denk dat deze achteraf door iemand gedigitaliseerd is. En betekent dat op dit draaistel moet er in ieder geval een stuk kabel bij komen. Nou. Ik ga eens even kijken of ik het draaistel los kan halen. Dat maakt het werken veel makkelijker. Dan proberen hierin te gaan zitten rommelen. En anders dan moet de bovenkant er wellicht af om er ook bij te kunnen. Oké, ik heb het frame losgehaald. Ik vond nog wel de blauwe ader die je normaal gesproken ziet voor de gedeelde pluspol. Die werd aan het frame gekoppeld. Ik denk niet dat dat dadelijk nog nodig is. Gezien hoe hier alles in elkaar zit. Ga ik rustig bekijken bij het in elkaar zetten, want ik zie een enkele ander onderdeel wat verbinding maakt met het frame. Deze mini asjes kwamen er ook uit, die zorgen ervoor dat de motor op de draaistellen zit. En ik heb hier eventjes deze bijna kapotte rode draad losgehaald. Inderdaad, aan de andere kant zit geen draad. Dus even kijken. Even wat bekabeling zoeken die ik hierin kan zetten. En die opnieuw trekken. Zodat deze weer goed zit. En ik ga ook even andere bekabeling nakijken. Want ik heb het vermoeden dat hier meer is wat een beetje los zit. En niet, in ieder geval niet optimaal gedaan is. Zo, de draden zitten er hier weer op. En zitten ook, zit er hier weer op en zitten ook weer op de printplaat. Maar die asjes die vallen dus continu los uit de motor. Zo klein is eigenlijk de koppeling, het raakvlak. Dus wat ik gedaan heb is wit vet erin.
Dan blijven ze in ieder geval zitten. En dan hoop ik dat ik één voor één ze er ook weer in kan gaan krijgen. Dat het allemaal weer op zijn plek terecht gaat komen. Zo. Ja. Zijn ze meteen gesmeerd. Vallen ze er niet uit. En een beetje smeer kan geen kwaad. Oké, het is dus een, even kijken, een Ulenbrock standaard decoder. Een 74.400 of een 420. Op adres 81. Wielen zijn nog steeds vies. Dus het uitlezen is wat moeilijk. Ik heb er heel even een lockpilot in gehad om te kijken of niks mis was met de decoder, maar het waren toch echte wielen. Die ga ik schoonmaken en deze loszittende ga ik ook nog even vastmaken. En dan ga ik eens kijken of die wil rijden. Goed, er is iets mis met de oude decoder. Nu zou die moeten rijden, maar rijdt hij niet. En op andere momenten rijdt hij ineens wel of doet hij het rijden, stoppen. Als ik hem op programmeerspoor zet, had ik er net heel erg last van. En ja, nu doet hij gewoon alleen nog maar de verlichting. Dus ik heb de decoder gewisseld met een Lockpilot. Maar dan gaan er weer andere dingen raar, zullen we zeggen. Zo. Want de Lockpilot heeft weer moeite met de motor of met het circuit wat erop zit. Hij krijgt hem niet goed aangestuurd met snelheid. En het back EMF dat hij dus belasting van de motor meeneemt in hoeveel vermogen hij op de motor zet, dat werkt totaal niet. En het tweede probleem is denk ik, als ik het ga proberen ergens in kwijt te kunnen. Ja, het zou misschien hier weer lukken. Ik vermoed dat ik hem niet eens meer goed dicht ga krijgen. Zo. Hij zou dan hier moeten. Deze stekkers, kabels allemaal erin. Zo. Hij zit alweer in elkaar. Dat komt omdat mijn telefoon vol was. Dus ik mis een klein stukje van de opname. Ik heb er een standaard Lockpilot in gezet. De oude decoder ga ik even vanuit dat die inderdaad stuk is. Ik heb ook getest met een Lockpilot 4. Omdat inderdaad de motor kwam niet echt op snelheid. En ik heb de motor rechtstreeks aangesloten op de decoder. Met een bracket om even tussen te kijken. Is het probleem het printplaatje wat erin zit? Dat is allemaal niet het probleem. Het is echt dat de Lockpilot gebruikt back EMF om te kijken hoe hoog de belasting is op de trein. Om dan terug te regelen of meer vermogen te geven. En dat zorgt ervoor dat hij heel weinig stroom krijgt. Ik heb met heel veel parameters zitten spelen om het wat beter te krijgen. Maar uiteindelijk was het niet helemaal. Dus heb ik het gelaten bij de standaard instellingen en de back EMF, de dynamische loodregeling, uitgezet. Daarmee lijkt hij het goed te doen, in ieder geval op de rollenbank. De decoder zit nu wel hier in het machinistenhokje. En je kunt hem dus nog zien zitten. Dat is eigenlijk hetzelfde als waar de oude decoder zat. Ik heb geen plek gevonden, geen manier gevonden om hem hier onderin te krijgen. Dus wel zit er een extra schroef in, zodat hij goed dicht zit. Ik ga nog even kijken of hij een beetje wil rijden op de baan. En dat wat voor zover wat betreft deze Pico 6400. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe en tot een volgende keer.